Zondag 10 februari, de tweede show dit weekend van Bram en Lennart Dansen. Dag heren, hoe was het gisteren? Het was heel goed. Het was heel tof. We hebben ons keihard geamuseerd. Het was uitverkocht. Dus we hebben ons gegooid, letterlijk. De sporen zijn erna. Maar het was echt een max. Ik heb net iets vernomen van die sporen. Bram, wat is er gebeurd? Ik was bij een bepaald nummer heel enthousiast en ik was op het podium van de drummer gaan staan en ik ben daar afgesprongen. Ik heb dus vermoedelijk mijn teen gebroken. dat gaat ons niet tegenhouden om straks nog een keer te dansen natuurlijk. Ja, nog eens een tweede teen breken. Het zal misschien iets minder vlot gaan dan gisteren, maar het komt wel in orde, denk ik. Waaruit is dit ganse concept ontstaan? Goh, ik weet dat eigenlijk niet meer. Na de tien jaar zijn we wat beginnen denken. En ik denk tussen de soep en de patat zijn we een keer gezegd van ja. Het idee kwam van bij u, denk ik. Zo van, anders moeten we een keer alles met dansen, nummers met allemaal alleen maar dansen in. Ja, ik weet dat er na ons 10 jaar veel mensen zeiden van dat is jammer dat we eigenlijk niet konden dansen. Ja. En we dachten van dat kan wel eigenlijk een keer tof zijn om zo de plomlom een keer volledig om te bouwen, die stoelen allemaal weg te doen en er echt één grote danszaal van te maken. Mm-hmm. En van daaruit is dan het idee gekomen en dat we dan zo, welke nummers kunnen goed op dansen. En dan zijn we tot het idee gekomen van in elk nummer moet het woord dansen zitten. Dus dat is eigenlijk het concept van vanavond. Dus elk nummer bevat het woord dansen of dancing of danser of baila. Ondertussen zijn jullie toch echt wel doorwinterde muzikanten. En ik vraag mij af, gisteren en nu vandaag, als je dat podium opgaat, is er nog die adrenaline of die stress, die plankenkoorts? Plankenkoorts niet, maar wel een hele gezonde stress. Vooral de goesting om erin te vliegen. En dat blijft zeker voor zo'n, als we in CC komen spelen. Dat is iets anders dan wat we normaal doen. Hè. Normaal is het met onze twee. Zo op ons gemak weten wat we gaan doen. Nu is het een ganz andere show, het is met live muziek. Sowieso met live muziek. Bram en Lennart on tape, dat zal misschien wel nog iets zijn. Dat zal nog iets toch. Ja. Maar dus, we hebben een volledige live band erbij, met dansers, danseressen, choreografie, nog wat extra's en zo. Dus dat is weer iets helemaal anders. Ja, dan zet je wel wat nerveuzer, maar... Het is niet gelukt. Sorry. Dus wij gaan vandaag niet dansen. Maar we hebben daar iets veel beter op gevonden, dames en heren, want we hebben 3 danseressen mee die wel de pannen van het dak gaan dansen. Dus dames en heren, maak alsjeblieft uw applaus voor Gerlinde, Melissa en Lisa. Het zijn echt wel al drukke dagen geweest. Dinsdag was er de avond van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Stond je met Niels, de stadsbader, op het podium. De Mias donderdag. Niels heeft een aantal Mias gewonnen. Ook proficiat voor jou, want jullie zijn ook een team. Hoe kunnen dat allemaal nog bolwerken? Door niet te slapen. Dus dat voel ik vandaag wel aan mijn stem. Dus we hopen dat ik er straks volledig doorkom. Ja. Maar het zijn inderdaad wel drukke dagen geweest. Het was echt wel een druk weekje. En vanaf nu toch iets kalmer proberen aandoen. Maar ja, meestal zit dat er niet in. Hè. Je kent dat.
Dag Céline, Céline Hermans en Nico. Welkom in Ninove. Wat brengt jullie hier? Hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Oh, ik heb Bram en Lennart leren kennen op het Slagerfestival voorbije jaar. En ik was heel erg fan en ja, Nico ook. En we hadden zoiets van, als ze een concert geven, ja, dan willen we toch wel eens kijken hoe dat ze het publiek waarschijnlijk toch wel uit hun hand zullen laten eten. Het is een nieuw concept voor hen. De stoelen zijn allemaal weg. Het heet dansen, hè? Bram en Lennart dansen. Gaan jullie dansen? We gaan ons best doen. Zondag namiddag is natuurlijk wel een beetje wennen qua timing, maar we gaan ons best doen. Dag Niels, eerst en vooral proficiat met jouw grote overwinning donderdag. Dat was dik in orde. Jij komt supporteren voor Bram en Lennart. Ja, Bram is mijn gitarist, hè, dus ik ben heel trots op alles wat hem doet. Hè. Dus ik ben een van zijn grootste fans en Lennart is, vind ik, ook heel tof. Hè. Dus, en de helft van mijn band speelt mee trouwens vanavond, dus daarom dat ik even kom supporteren. Ja. En ga je dansen ook? Dansen? Ik moet zeggen, ik heb vannacht ook veel gedanst. Dus de benen zijn nog een beetje... Maar dat komt al goed. Tegen straks, dat komt al goed. De grote organisator van dit weekend. Ben je content? Content? Ze vieren als een gieter. Hè. Het is fantastisch. Twee keer kotje vol. Want op een zondag na een afternoon om 3:00 een volle zaal krijgen, dat is super. Hè. En veel mensen ook van buiten Ninove? Enorm veel. Als we de kaartenverkoop van de twee dagen bekijken, gaan er zeker 60% van buiten Ninove zijn. Dus Bram en Lennart is nationaal aan het worden. Heb je zelf al meegedanst? Ik dans altijd mee, want ik ben een grote zot, dus amuseren, dat is mij lang blijven. Onder het publiek heel wat mensen uit de muziekwereld, onder andere hier nu Bart Foubert van Carré Confituur. Dag Bart, wat vind je ervan tot nu toe? Ja, typisch Bram en Lennart, hè. Veel sfeer, die mannen amuseren onder en het is een beetje wat dat muziek moet zijn, vind ik. Liefde, een beetje drank en ja, veel feest. Zo ken ik ze eigenlijk. Hè. Als je zo in de zaal staat en je ziet ze bezig, kriebelt dat dan niet om mee op dat podium te springen? Ja, gigantisch. Dat is eigenlijk, ik denk dat dat een beetje is gelijk een voetballer die op de bank zit en niet mag spelen van de trainer. Dat je denkt, kom aan, ik wil daar ook staan. Maar langs de andere kant is het ook wel eens fijn om zeker op een zondagmiddag zo een keer in het publiek te staan en te zien hoe dat uw maten toch wel aan het genieten zijn. Hoe gaat het ondertussen met Carré Confituur? Jullie bestaan nu al zeker, toch al dik 10 jaar. Ja, klopt. Eigenlijk 2018 was 10-jarig bestaan van Carré Confituur. Dus wij trekken nu in de zomer door in Vlaanderen met onze 10-jaar Carré Confituur. Met Bram en Lennart, maar dan een beetje achter de schermen bij wijze van spreken. Dan mag ik eens vooraan staan en ik ben er heel trots op, want zoals dat je ziet, het is een fantastische band. En dan gaan we eigenlijk herbronnen. Laat ons zeggen, ik zou graag 2019 met een nieuwe cd komen en volledig 12, 13 nieuwe nummers. Hits met Bram en Lennart erbij natuurlijk. Kunnen we jullie komende zomer dan ook hier ergens in Ninove zien? Ik ben wel een chaot, dus ik moet dan eigenlijk mijn agenda er eens bij halen en eens kijken waar en wanneer dat we juist spelen. Maar ik weet dat vooral rond 11 juli. Die week is het heel druk en spelen we op verschillende plaatsen. Maar welk dat het dichtste bij Ninove is, dat weet ik niet. In Ninove zelf spelen we in elk geval niet. Dus bij deze Ninove, wij wachten op een telefoon, we zijn er klaar voor. Hè. En aan de Bram en de Lennart, goed bezig mannetjes. Maar een klein beetje meer scherpte. Kom maar jongens, ik weet dat je het kunt. Oh,
Mannen, super goed optreden. En ik heb ervan genoten en ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben. Zijn ze zelf content? Wij zijn ook content, heel... Ja. Allee, ja, we hebben er ook gewoon gigantisch van genoten. Ja. Ja. Het is heel tof om zo een keer twee shows te doen. Dat hebben we vandaag echt gewoon echt puur kunnen genieten. Gisteren was er nog wat ze zoeken bij. Maar nu was het echt gewoon losgaan en het was de max. Het was echt de max. Bram, uw gebroken teen, hoe is dat opgelost? Wie heeft dat een beetje in orde gebracht? Ons vader heeft dat bijeengetaped. En is het meegevallen? Maar op podium voel ik dat eigenlijk niet. Dat is heel raar, hè. Maar als ik kan spelen... Adrenaline. En van het moment dat ik van dat podium afstap, dan begin ik te manken. Op podium wordt dan een andere mens. Ja, dat is letterlijk zo. Finn, super schattig. Was dat een beetje gerepeteerd met hem? Nee, maar dat is het ding. Dus, ja, hij danst super graag. En als er thuis muziek op staat of zo, dan staat hij altijd te dansen. En ja, hij kent die nummertjes. Nu hebben we dat niet gerepeteerd. Maar ik denk niet dat dat nodig was, want nee. Hij heeft dat supergoed gedaan. Hoor. Vertederend. Ja, daarmee hebben we wel wat hartjes gewonnen, denk ik. Tot slot, en dan gaan we jullie laten chillen en nagenieten. Zijn er al plannen voor een show volgend jaar iets? Of? Voorlopig nog niet. Ik denk dat dat nu gaat ontstaan, zo kent het. Ja. Nu, vanavond gaat dat waarschijnlijk zo... De vorige keer was dat ook. Ja. Dan was dat zo van, jongens, we moeten weer een nieuw concept hebben, wat gaan we doen? Ja. Dus ik denk dat dat waarschijnlijk straks in de Culture Pub wel zal aan de toog zal ontstaan. Tussen pot en pint. Jullie hadden ons in alle geval op de hoogte. Ja, zeker en vast. Sowieso. Check onze Facebook en Instagram. Ja. Okay. Instagram, hipster. Merci, mannen. Merci. Ja. Heel graag gedaan. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninosmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.